Dag iedereen. Zoals jullie kunnen zien, zit ik voor een mooie versierde kerstboom. En staan er ook al een aantal pakjes klaar. Ik heb dan ook een boekje meegebracht over de winter. Over een sneeuwman en een sneeuwhond. En zo heet het boek ook. De sneeuwman en de sneeuwhond. Kom op, riep Billy tegen zijn oude hond. We zijn er. Laten we ons nieuwe huis gaan bekijken. Maar Billy's hond was te oud en te moe voor een ontdekkingsreis. De maanden gingen voorbij en hij werd steeds trager en langzamer. Oh, en op een dag stierf hij. Billy en zijn moeder begroeven hem samen in de tuin. De winter brak aan. Ja, Billy was nu alleen. Hij miste zijn oude vriend ontzettend. Hij schreef een brief aan de kerstman. Toen hij de brief naar beneden wilde brengen, struikelde hij over een losse plank. Wat is dit? Dacht Billy, toen hij op een oude schoenendoos stuitte. In de doos vond hij een stoffige oude hoed, wat stukjes houtskool, een gerimpeld mandarijntje en een aftandse groene sjaal. Toen Billy de sjaal uitvouwde, viel er een oude foto uit. Wat vreemd! Billy begreep meteen dat er voor hem een andere jongen in dat huis moet hebben gewoond. Een jongen die een verbazingwekkend mooie sneeuwman had gebouwd. Ja, dat ga ik ook doen, dacht Billy. Ik maak er precies zo een. Hij greep de doos en rende naar buiten. En daar begon hij zijn eigen sneeuwman te maken. Hij gebruikte de houtskool voor de ogen, een nieuwe mandarijn als neus. En als laatste tekende hij een grote glimlach. Zijn sneeuwman was perfect. Er was nog meer dan sneeuw genoeg over. Billy kreeg een idee en hij begon opnieuw te bouwen. En beetje bij beetje, met twee sokken als oren, maakte hij een sneeuwhond. Het was al laat geworden. Billy zei zijn twee nieuwe vrienden goedenacht en hij ging naar binnen om te slapen. Maar rond middernacht werd Billy wakker van een zacht geblaf. Woef, woef. Hij keek uit zijn raam en wreef in zijn ogen van ongeloof. Bewoog de sneeuwhond? Hij rende de trap af en gooide de achterdeur open. En toen gebeurde er iets magisch. De sneeuwman en de sneeuwhond, die kwamen tot leven. Beleefd schudde de sneeuwman Billy's hand. De hond hief zijn kop alsof hij hallo wou zeggen. De hond stoof de tuin in waar hij een oude bal van de andere hond vond. Hij wilde spelen. Maar de sneeuwman die had ook iets gevonden. Het was een slee. Billy klom erop. En daar gingen ze, door het hekje, richting het park en de heuvel op. Op de top van de heuvel keek Billy vol verbazing naar boven. De lucht was gevuld met vliegende sneeuwmannen die opstegen vanuit de tuinen beneden. Wat een fantastisch gezicht! Plotseling pakte de sneeuwman Billy's hand en begon te rennen. Billy greep de sneeuwhond vast en voordat hij het wist, vlogen ze. Ze vlogen laag over de daken.
En toen, hoog boven de stad en dwars over het platteland, opeens nieste de sneeuwman en de mandarijnenneus werd van zijn gezicht geblazen. Ze doken naar beneden om de sneeuwman zijn neus te vinden. Toen ze landden, zagen ze iets heel opwindends. Oh, riep Billy, oh, een vliegtuig! Samen kwamen ze dichterbij om een kijkje te nemen. Ze klommen aan boord en met de sneeuwman achter het stuur vlogen ze verder. Over de zee. Verder en nog verder richting de Noordpool. Het was geweldig wat ze daar aantroffen. Overal waren sneeuwmannen, maar ook sneeuwvrouwen te zien. En ze waren allemaal gekomen om mee te doen aan de jaarlijkse sneeuwpoppenrace. Billy, de sneeuwman en de sneeuwhond waren nog net op tijd bij de start. Er werd gefloten en daar gingen ze. Draaiend en zwaaiend raasden ze van de berg. Al snel waren Billy en de sneeuwhond alleen over. Met een pinguïn op skis. Net toen het zeker leek dat de pinguïn zou winnen, boog de kleine sneeuwhond helemaal naar voren en met zijn neus brak hij nog net het koord dat over de finish gespannen was. Ze hadden gewonnen! Te midden van alle feestvreugde was daar ook de kerstman. En hij gaf Billy een pakje. Dit is voor jou, vrolijk kerstfeest. Maar er was geen tijd om het cadeautje open te maken. De ochtend gloorde en het was tijd om te gaan. Tegen de tijd dat ze terug landden in de tuin van Billy, was het de hoogste tijd om naar binnen te gaan en te slapen. Ik wou dat jullie mee naar binnen konden, zei Billy, maar jullie zouden smelten. Zijn ogen vulden zich met tranen. Hij stak zijn hand in zijn zak om een zakdoek te pakken, maar hij vond het pakje van de kerstman. Snel pakte hij het uit. Het was een splinternieuwe hondenband. Hij deed de band om de nek van de sneeuwhond. Kijk, zei Billy, helemaal af. Hij wilde zich omdraaien, maar op dat moment begon de hondenband te glimmen en te gloeien. Feller en feller, totdat... Woef! En daar waar net nog de sneeuwhond was... stond nu een echte hond, blij te kwispelen met zijn echte staart. Oh, riep Billy uit, terwijl hij de hond optilde. Jij bent precies wat ik had gevraagd in mijn brief aan de kerstman. Dolblij knuffelde Billy de sneeuwman. En toen was het echt wel tijd om naar binnen te gaan. Vanuit zijn slaapkamerraam zwaaide Billy nog één keer naar de sneeuwman. Toen dook hij zijn bed in, samen met zijn nieuwe vriend. Ik denk dat ik je sok noem, mompelde Billy, terwijl hij in slaap viel. Toen Billy de volgende ochtend wakker werd, was Sok weg. Hij schrok en ging overeind zitten. Had hij het dan allemaal gedroomd? Maar wat hoorde hij? Een vrolijk geblaf. Billy haastte zich de trap af en daar was Sok, klaar om buiten te spelen. Billy opende de deur en Sok stormde naar buiten, op zoek naar de sneeuwman. Maar de sneeuwman was weg, gesmolten in de vroege ochtendzon.